lawaaiige skatebaan in Osseveld weggehaald. En contracten getekend voor aanleg glasvezel in Apeldoorn. Het nieuws uit Apeldoorn en de dorpen. Dit is RTV Apeldoorn Nieuwsflits. Vanmorgen werd de skatebaan aan de waterlijn in Osseveld verwijderd. De reden is dat de skatebaan te veel geluidsoverlast oplevert. Opvallend is dat de skatebaan nu pas wordt weggehaald, terwijl die er al sinds de bouw van de wijk er staat. Niet alle buurtbewoners zijn het eens met de beslissing van de gemeente. De skatebaan is bijna verwijderd en laat ik het dus voorzichtig uitdrukken, dat had voor u niet gehoeven. Nee, dat had zeker niet gehoeven. Wij wonen hier recht tegenover en daar hebben zoveel kinderen plezier van. Ja, er is wel eens wat overlast, maar dat is meer van hangjeugd wat 's avonds rondhangt. Maar overdag hebben wij daar absoluut geen last van. Wat juridisch telt is de geluidproductie van die skates op die ondergrond en die maakt te veel lawaai. We hebben geprobeerd om te onderzoeken, kunnen we met geluidsdempende maatregelen dat beperken of kunnen we met een haag of een planting een afscheiding wat maken de geluidsproductie op de gevels van de woningen beperken. Nou, dat kan, maar dat kan maar zo beperkt dat je ondanks die maatregelen nog steeds ver boven de norm zit. Dus dat betekent als gemeente moeten we onze eigen regels ook handhaven, ook voor onszelf. En ja, leuk is anders. Ik vind het niet leuk om te doen, maar dat is wel een verantwoordelijkheid die er ook bij hoort als gemeente. Het is nog niet bekend wat er voor de skatebaan in de plaats komt. Nou, kijk, wat je hier achterhoudt is sowieso een hele mooie plek. Die wat ons betreft ook gewoon, geeft een groenbestemming met een speelfunctie. Wat ons betreft blijft dat ook zo. Dus we hebben de omwonenden ook uitgenodigd, zowel de volwassenen als de kinderen hier in de buurt. En dan betrekken we ook de BOA's en de jongerenwerkers bij in wisselwerk. Denk met ons mee, op welke manier kunnen we deze plek wel inrichten, zodat het en voor de omwonenden een prettige plek is, maar dat die ook een functie blijft houden voor de jeugd in deze wijk. Want er is in deze wijk heel veel behoefte aan speelgelegenheid, met name voor de opgroeiende jeugd. U mag nu meedenken, heb ik begrepen, over een nieuwe bestemming. Hebt u al ideeën? Ja, de ideeën zijn er zat. Hè. De kinderen willen graag hier spelen en ze vinden dat leuk. En er wordt natuurlijk hier heel veel met BMX fietsen en skates rondgereden. Dus ja, dat vinden ze gewoon leuk. De skater gaat hier niet meer meevallen nu? Ja, maar ja, misschien zijn er andere mogelijkheden om hetzelfde idee te bouwen. Maar ik denk dat dat wel kan. Afgelopen maandag werd er in het gemeentehuis de contracten getekend voor de aanleg van glasvezel in Apeldoorn. Wat houdt het contract in dat u net heeft ondertekend? Het contract houdt letterlijk in dat de mensen van Regenfiber, de onderneming Regenfiber, de komende tijd in een aantal wijken in Apeldoorn gebruikers gaat werven. Om te kijken of ze daar voldoende gebruikers kunnen vinden die deel willen nemen aan een contract. Een manier om gebruik te maken van glasvezel. Dat is ongeveer 18.000 huishoudens gaan ze daarvoor benaderen. En 30% daarvan moet intentie hebben om deel te nemen voordat ze daadwerkelijk tot graaf overgaan. Waarom is de gemeente in zee gegaan met dit bedrijf? We zeggen op een gegeven moment dat dit soort initiatieven niet door de gemeente zelf genomen kunnen worden. Dit is een initiatief die uit de markt moet komen. Regenfiber meldde zich, die hebben zich al eerder gemeld. Toen is het om wat voor reden ook niet doorgegaan. Ze hebben zich opnieuw gemeld. We hebben goede gesprekken gehad en uiteindelijk zijn we wel tot een goede overeenkomst gekomen. En ja, als overheid doe je dit soort projecten niet zelf. Wij zijn geen bedrijf wat een verdienmodel kan vinden achter dit soort projecten. Wat was voor u doorslaggevend om ja te zeggen? Glasvezel is natuurlijk de toekomst. Het zal nog wel even duren voordat het ook daadwerkelijk in de hele stad is. Maar het is wel nieuw en dat geeft de inwoner van Apeldoorn een keuze. Of ze bij een camera willen blijven op kabel, op koper. Of dat ze toch willen overstappen naar regenfiber met glasvezel. Dus wat is dan het echte voordeel voor de inwoner van Apeldoorn? De keuzevrijheid, een extra keuze. Regenfiber gaat de glasvezelkabels aanleggen en doet dat stapsgewijs en begint in de wijk Zevenhuizen. De glasvezelkabels worden zowel in de straten als in de huizen aangelegd. Glasvezel tot in de woning. We brengen het dus helemaal naar binnen toe. En we brengen gewoon het transportmiddel naar binnen. Dus dat je optimaal gebruik kunt maken van de bandbreedtes die je dan hebt. En bij een ander initiatief wordt het niet tot en met in het huis gebracht? Andere initiatieven, dat is bijvoorbeeld van Kabelaars of van KPN, het ADSL. Daar is het laatste stukje kopen. En dat is in feite bepalend voor de snelheid die je kunt halen. Bij de netwerk in Apeldoorn-Zuid kun je redelijke snelheden halen. Dus wat dat betreft is het een uitstekend netwerk. Alleen met glasvezel is dat nog vele malen meer.
En daar zit, glasvezel heeft het voordeel dat het enorme bandbreedte kent. En bandbreedte wil eigenlijk zeggen de informatie die je tegelijkertijd kunt versturen over het netwerk. En dat is een heel groot voordeel. Maandagavond werd in het Omnisport Apeldoorn het startsein gegeven aan de promotiecampagne. Als er dit jaar 2100 aanmeldingen zijn van de in totaal 7000 huishoudens in de wijken Sluishoort, Osseveld West, Welgelegen en een deel van Zevenhuizen, gaat Regenfiber over tot de aanleg van het glasvezelkabels in die wijken. De promotiecampagne werd die avond afgesloten met een spectaculaire lasershow.